Dat ze zien, oké, moet ik wel mijn scherm delen, anders is het weinig zin. Zo, daar gaat hij dan. Volgens mij is dit aan het opnemen. Mama, eigenlijk had ik dit helemaal niet hoeven doen. Ik kan natuurlijk ook gewoon opnemen via mijn eigen opneming dan. Die neemt op, hij neemt op. Nou, laten we maar even vertrouwen dan. Dit is de verkeerde, dit is de goede. Oké, nou, dit is een vraag. Even goed nadenken. Ik moet even goed nadenken. Jullie hebben geen toets gehad, dus je krijgt vanaf de basis PHP tot en met het meest ingewikkelde van CRUD. Plus actualiteit. Dus dit is basis PHP. Er wordt gevraagd van, je ziet twee afbeeldingen en er zitten fouten in en dan moet je de fouten aanwijzen. Nou, die vraag is goed, dus als je opdrachten gemaakt hebt, ben je die alles tegengekomen? Goed, we kunnen even doornemen, maar dat doe ik niet. Want ik denk dat tijdprogramma voor die vraag krutvragen beneden. Loop het zelf maar even door. En als je er niet uitkomt, laat je het weten. Volgens mij staan er, als je de toets afsluit, krijg je de antwoorden te zien. Dit is een belangrijke, denk ik, krut. Nee, die kunnen we ook overslaan. In de afbeelding zie je de code van HTML-formulier. Oké. Dat is wel belangrijk. Je krijgt zeker een vraag waarin je een HTML-formulier of moet maken of te zien krijgt waarmee je dan iets moet gaan doen. Kijk, een reden om zo'n oefentoets te doen is vooral dat je straks het koudwater-effect niet hebt. Van, oh help, oh, dat het niet allemaal nieuw is. Dat je denkt, oh ja, dit verwacht ik. Schrijf PHP-code waardoor alle informatie die de bezoeker invult in het formulier wordt doorgestuurd naar het e-mailadres bla bla. Nou, de mailfunctie heb ik uit jullie toets gegooid. Maar wat hier had kunnen staan, dus zo'n vraag bijvoorbeeld. Schrijf PHP-code waardoor alle informatie die de bezoeker invult in het formulier wordt doorgestuurd naar een database-tabel. Dat had wel kunnen staan. Dus je moet dan dit formulier verwerking kunnen doen in relatie tot een database. Zo vraag. Goedemorgen, meneer. Hey, goedemorgen, hoe is dat? Leuk dat je er bent, hoor, maar we zijn wel al bezig. Dat bij u? We zijn wel al begonnen, hè? Oh. Leuk dat je er bent, hoor, maar ik ga even door. We zijn oefentoets aan het maken. Goed, sorry. Yo, dat is Koen zeker. Whatever, we gaan door. Kijk, oké, stel, hè, dus je krijgt dit formulier en dan moet je dan PHP schrijven om dan die gegevens uit het formulier weg te schrijven naar een database tabel waarvan je dan mogelijk de naam zelf kan bedenken. Nou, dan moet je maar beginnen te typen en begin gewoon altijd natuurlijk met een PHP blokje te typen. Zo, en dan stap 1. En dat is straks met al die krut dingen zo. Er zijn eigenlijk twee stappen die je gewoon moet inprenten. En dat, oh, zal het vogeltje even uitzetten. En die noteer je desmaar in je samenvatting. Sorry, even geluid uit. Wat moet je op een rij hebben bij programmeren en zeker bij CRUD? Stap 1 is het aanmaken van variabelen. Stap 2 is het bedenken van welke functies gebruik ik om te laten doen wat ik moet doen. Oké, stap 1, variabelen. Het denk van, ik moet dit formulier om wegschrijven, deze gegevens wegschrijven naar een database. Dat betekent dus voor elk item wat we invullen, elk inputveld, daar moeten we een variabele aan koppelen. Nou, hoeveel inputvelden heb ik? Hier heb ik een input type tekst 1, een e-mail, dat is 2. Een tel is 3, URL is 4. Type your message is 5. En submitten zou 6 zijn, maar die hoeven we niet naar de database weg te schrijven. Dus 5. 5 variabelen. Nou, en dan is het dus de eerste is een naam. Een beetje een logische variabele bedenken. En dat is, en dan komt dan straks een waarde. Zo. En dan krijg je dus de tweede is dan e-mail. En die is, heeft een waarde. Maar niet de dubbele quotes, dat is allemaal niet handig. Zo, ik kan het even anders doen. Zo. Ja, en dan krijgen we nog de derde, dat is dan een telefoon. En de vierde, dat is dan je website. En de vijfde is dan een bericht. Oké, dus we hebben dus 5 variabelen en die hebben allemaal een waarde. En wat is dan die waarde? Nou, we gaan iets versturen via formulier. We kijken wat is de methode, dat is post. Dus omdat de methode post gebruikt wordt, gebruik je de post ingebouwde variabele, quotes, enter.
Ja, en dat gebeurt bij allemaal. Dus dit kan een control copy. Dat zal ik in jullie toets ook aanzetten, die control copy. Control V. Control V. Zo, dan hebben we 5 variabelen. We hebben geen waarde. Wat moet hier tussen die haken? Dat is wat de name attribuut is. Dat is het eerste, heet die naam. Name, sorry. En de tweede is het e-mail. En dan krijgen we phone. Kijk, belangrijk dat je hier even mee bezig gaat, niet voor de toets, om te wennen van dat je van alles moet doen. En hoe kun je dat jezelf het leven makkelijk maken? Hoe kun je makkelijk kopiëren en plakken en zo, dat het sneller gaat? En ook, dat je, nogmaals, dat je niet schrikt. Ik denk, oh ja, ik moet wel alles doen. Oké, stap 1 hebben we gedaan, variabelen. Klaar, check. Tweede stap, en dan zijn we klaar, zijn welke functies? We moeten iets toevoegen aan een database. We moeten iets doen in relatie tot een database. Dan moet je nemen denken. Dan hebben we de MySQLi underscore query nodig. Want dat is een verzoek aan een database. Ongeacht van welk verzoek. We doen een verzoek aan een database. Dus die hebben we zeker nodig. Dan weet je, als het goed is, dat die twee variabelen gebruikt. En de eerste is dan een connectievariabele. En de tweede is een SQL-variabele. En ik denk, vertikken me, we hebben allemaal variabelen, behalve die twee. Dus die twee, die moet je wel eerst hebben. Nou, hier staat in deze, hè, ik heb deze vraag verminkt. Deze vraag gaat niet over wegschrijven naar een database. Dus hier staat ook niks over de connectie naar de database. Dus in een vraag kan komen, en die komt straks, weet ik, vraag 4. Dan moet je dan eerst een connectie maken met een database. Dus die moet je ook nog doen. Nou ja, hier zou je een connectiestring kunnen maken. Een connectie maken met een database is MySQLi en dan connect. En dan krijg je daar die 4 variabelen. Van de eerste is de server en de tweede is de gebruiker. En de derde is het wachtwoord en het vierde is de database. Kijk, ik kan heel kort maken die... Die variabele namen, hoe korter natuurlijk, hoe sneller je klaar bent. Je kunt 1 letter gebruiken. Ja, dan moet je dus die moeten ook weer gedefinieerd worden. Dat doe ik nou even niet, want de vraag, dat komt straks wel weer. Maar goed, die hebben we dan, die connects. En die SQL, die moeten we ook doen. Nou, SQL hoef je allemaal niet perfect te kunnen, maar wel ongeveer. Je moet hier bijvoorbeeld wel weten dat hier insert into, dat het is de opdracht die we gaan doen, into, en dan een tabelnaam. Nou, die hebben we niet gekregen, dus moeten we maar zelf bedenken. De berichten of zo heet die tabel. En dan is het dus... Tabel, we gaan nu de kolommen doen. Sorry, kolommen, want we hebben een connectie gemaakt via die database. Hier. Ja, wel, ja, berichten. En dan hebben we de kolommen en dan de waarden. Ik wil eigenlijk niet te lang bij hangen. Dus die maak je. Waarom? Omdat die vraag 4, nogmaals, die gaat er echt over. En die vraag die krijg je sowieso. Dus dit, in ieder geval hebben we even gekeken. Je moet variabelen aanmaken. Je moet je functies definiëren. En eigenlijk als die functie hier gedefinieerd is. En er wordt er verder niet op toetsen en bellen. Gevraagd, een functie in PHP wordt uitgevoerd op momenten dat die genoemd wordt. Dus dit wordt gewoon uitgevoerd straks. En dan ben je dan daarin al klaar. En dan misschien door dus een oefentoets te doen, dan denk je van, oh, het is veel werk. En als je het eenmaal gedaan hebt, denk ik, oh, het valt wel mee. Ik geef snel door, want de tijd is ons op. We gaan naar 3. Dit is wisselvraag. Maar ik zoek eigenlijk de vraag, deze zoek ik. Deze krijg je. En dan net wat anders. Alleen deze met deze afbeelding. Deze ga je zien. Be warned. Ja? Dus daar wil ik even snel naartoe. Hier is een stukje HTML uit een HTML template. Hieronder zie je een stukje HTML. En denk, dit is geen HTML. Nee, dan moet je naar beneden. Dus hieronder moet je even naar beneden scrollen. Hieronder allemaal HTML. Ja? Mocht je deze vraag in deze vorm krijgen... Klik dan niet op reset answer, want dan ben je alles kwijt hier. Dus ik denk eigenlijk dat ik het in een andere vorm ga geven aan jullie. Goed, in ieder geval. Dat is de HTML, uit een HTML template en uit de file dashboard.php. Dus die file, die HTML, dit zit in een file dashboard.php. Dat stukje HTML is een lijst met items en ziet er ongeveer uit zoals een afbeeld. Dus die HTML zou openen in de browser, dan zien we ongeveer dit.
Oké, dan krijgen we een hele lijst met opdrachten. Eén voor één uitwerken. Ja? Ik heb deze opdracht gemaakt in YouTube al. En die zal ik linken aan jullie sturen. Of die heb je gevonden. Die heb ik voor HAVO 5 gemaakt. Maar die is dan weer net een andere versie. En toch is dat denk ik voldoende voor jullie om die opdracht daarin te gaan bekijken. We schrijven in het eerste PHP-blok de code voor connectie met de database. Hè. Dus daar begint het. Dus rustig beginnen. Doe dat. En nogmaals, doe dit zelf. Ga die oefentoets maken. Begin dat kost even tijd. Maar dat is ook bijna de volledige voorbereiding voor de toets wat betreft CRUD. En dus wat betreft het grote deel van de toets voor jullie. Dus, hè, dus ja, het is veel tijd om een oefentoets te maken. Ja, maar je moet wel even wat tijd besteden aan het voorbereiden van de toets. En als je dit goed doet, dan ben je redelijk goed voorbereid. Dus je moet een database connectie kunnen maken. Je mag zelf bedenken namen en titels voor zover nodig. Oké, nou dat hebben we dus net al ongeveer gedaan. He, weet bij database connectie dat je 4 variabelen nodig hebt. Je hebt de server nodig, je hebt de gebruiker dus nodig, je hebt een wachtwoord nodig en je hebt een database nodig. En dan zeg je van dat is dus is gelijk aan. En dan krijg je wel die dubbele quotes. Dat zijn 4 keer strings. Ctrl-copy, Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-V. Als jullie vragen hebben tussendoor, dan roep je even in de microfoon. Hè? Nou, server, weet ik veel, mag zelf dus bedenken. Localhost, Pietje Puk mag je ook noemen, want ja, dus mag je zelf bedenken. Gebruik je Pietje Puk. Wachtwoord is Pietje Puk. En database is Pietje Puk. Oké, okay, helemaal goed. En dan krijg je dus de connectie. Nou, dan hoeven we. Het is handig altijd om die connectiestring alvast in een variabele te zetten. Dat weet je onderhand dat het dan later gebruikt wordt. Nou, hier is het belangrijk dat je dit in de juiste volgorde zet. Nou, en dat is in ons geval de volgorde waarin ik het heb aangemaakt. Daarin wordt ze ook uitgevoerd. Nou, verder geen quotes of weet ik voor wat. Check, klaar. Dus punt 1 hebben we klaar. Schrijf binnen de HTML-code. PHP-code, dus binnen die HTML moet PHP komen, die alle gegevens van alle items uit jouw database weergeeft. En de layout moet intact blijven, dus die HTML, daar moet je niet aankomen. Je moet niet eventjes zelf een eigen klas gaan bedenken of zo, of weghalen. Je vervangt dus alle gegevens van items, zoals in de HTML-code staat, voor gegevens uit de database. Dus alles wat je ziet, alle gegevens, moet vervangen worden. Ook hier mag je zelf namen en titels van bijvoorbeeld database-tabellen, kolommen bedenken voor zo'n nee. Oké, goed. Daarin, als je iets wil laten zien. Wij hebben in de klas veel aandacht gegeven aan. Die kan ik niet naar rechts doen, dan maar zo. Kan ik geen dit niet verbergen? Nee, maakt niet uit. In de klas veel aandacht gegeven aan de functie MySQL i underscore fetch underscore ASOC. Oftewel, die alle gegevens klaarzet uit een database-tabel in een rij. En dan moet je daar doorheen loopen met de while loop. Loopen betekent herhalen. Dus ook omdat je de layout intact wil hebben en elk item het eigenzelfde layout moet hebben, zou je een stukje HTML mee moeten loopen. Dan is het dus als eerste stap 1 op zoek gaan welke HTML wordt er herhaald. Nou, als je dit zo een beetje opentrekt, dan zie je dat snel. Nogmaals, deze vraag en deze krijgen. Dus kijk wel even mee of probeer dit te doen. Hè, dat je dus dan dat alvast gedaan hebt. Je ziet dat dit geloopt wordt. Dus heel logisch een table row, TR, TR. En die wordt hier ook geloopt. Dus die TR, die moeten we in de while loop krijgen. We zouden bij zeggen, die kunnen we alvast in een while loop zetten. Zo, hè, een beetje andersom hoe ik eigenlijk anders typ. Nou, while loop betekent, heeft een voorwaarde. Terwijl iets waar is, wordt de bepaalde code uitgevoerd. En in dit geval is dat een echo. En dan gebruiken we een enkele quote, omdat het HTML is. En die while loop die eindigt dus hier, die echo bedoel ik, die echo eindigt hier. En die dus enkele quote, vergeet dan niet de punt comma. En dan krijgen we dus de accolade die we afsluiten. Nou, dit gaat natuurlijk helemaal niet werken, want ik heb ten eerste geen PHP-blok gestart. Dus laten we dat dan eerst maar even doen. Een PHP-blok starten we hier. En die moeten we dus ook hier weer eindigen. Zo. Nou, dat hebben we eigenlijk al gedaan. Dan kan we dit hieronder, die TR, zo. Die staat toch alleen maar in de weg. Hoppakee. En die delete je er gewoon uit. Ook in de toets wegwezen. Daar hebben we niks meer nodig. Want nu loopen we
dat die codes, voor zover de items straks zijn, in de database. Goed. Stap 1. We gaan het nu omdraaien. Ik denk, welke functies ga ik gebruiken? Nou, we gaan dus sowieso weer deze functie query gebruiken. Want we doen een verzoek aan een database. En de eerste is de connectievariabele. En die hebben we net aangemaakt. En dat is con in dit geval. En de tweede is dus de SQL-variabele. Punt, comma. Ja, nou, in dit geval is dat niet nodig. Maar goed, gaan we zo zien. Dus die con die hebben we, maar die SQL hebben we niet. Nou, dus voordat een variabele uitgevoerd wordt, moet die eerst aangemaakt worden. Wat is dit? Dit is dus de SQL, het verzoek aan de database. Nou, het is niet zo ingewikkeld, want we willen gewoon select alles van de tabel from. Mochten jullie zelf bedenken, database tabellen of kolommen, maar volgens mij stond er wel, let op, het ergste. Nee, hier staat ook niet welke database, hoe die heet zelf. Nou, als ze niks noemen, mogen ze wel bedenken. Items. Ja, dus die hebben we klaar. Nou, goed, we selecteren alles van die tabel. Het wordt uitgevoerd en dan wordt het geëchoed. Dat kan niet, want we moeten zeggen van, we hadden gezegd, we zullen die eerst klaarzetten in een rij. We gebruiken de functie setAssoc. Welke variabele, die gebruikt één variabele. En dat is, die moeten we dus eens klaarzetten. Dat is het resultaat, nou, result bijvoorbeeld, van deze. En dat kunnen we dan hier inzetten. Zo. Is het klaar? Nee, want we willen die while loop gebruiken. Zo. En zeggen we van while deze gegevens leest, zolang die gegevens vindt, moet die wel echt wel uitgevoerd worden. Dat staat er nu. Maar straks willen we de content, zoals dit MacBook Pro 5 inch, of de afbeelding, of Ad ID, of weet ik veel wat, vervangen door iets uit de database. En dan zeggen we van, dat vervangen we dus variabel, afhankelijk van wat er in die rij staat. Elke keer anders, variabel. Dus we hebben een variabele nodig. Die moeten we dus, dit moeten we straks vervangen door een variabele. Bijvoorbeeld de variabele item. En dan moeten we die variabele item dus eerst hebben. Nou, en dat kun je dus op die manier doen. Dus kan je dan in je definiëren. Als zijn het resultaat wat hij in die fetch vindt in die rij met waarden. Ja, nou dit gaat zo niet werken. Al ben je al heel erg ver weg. Dat moet je even netjes doen. Dit moet je concateneren, want je HTML stopt bij source hier, quote en dan een punt. En dan achterop een punt en dan een enkele quote. Hè? Onze echo zit in een enkele quote. Maar item. Het is niet alles uit de database, want dit hier haalt hij alles op. Maar voor wat betreft, dus aan vierkante haken en een enkele quote. Voor wat betreft een bepaalde database kolom. Nou, dit is een afbeelding, dus laten we zeggen onze, die heet afbeelding. En vervolgens, en dus weer een trucje, kun je dit natuurlijk kopiëren. Ctrl copy, Ctrl C. En alles wat content is, zoals die titel hier, die kun je daardoor vervangen, Ctrl-V, alleen niet wat betreft afbeelding, maar wat betreft titel. En hier, dit is een titel, dit is dan content, een ad-id, Ctrl-V, niet wat betreft afbeelding, maar wat betreft ad. Maak het leven niet te moeilijk, dus dat je dingen dan kort houdt. Nou, hier staat de tijd, die is natuurlijk, komt ook uit de database. Vinden we dan. Nou, er stond echt alles. Dus ik moet gewoon zeggen, dit is een status, die is actief. Ctrl V. Kijk, kun je zien dat in de tijd van een toets, is het mogelijk om een CRUD app te bouwen. Hè? Je kunt het ook in 5 maanden doen. Zoals nu. Maar kan dus ook in een uur. Serieus. Een keer doen, YouTube filmpje maken, compleet kut hebben in een uur. Cat. Zo. Goed, is niet helemaal eerlijk, want het is natuurlijk alleen maar de read-functie.
Maar die is wel het meeste werk. Eigenlijk zijn we hiermee klaar. Dan gaan we door naar boven. Ik hou de tijd in de gaten. We moeten natuurlijk op tijd stoppen. Dan moeten we dat editen. En ja, dus dat is de update functie. Die krijg je ook zeker terug. Titel edit. Je moet een link plaatsen bij elk item. En als je dat klikt, dan word je doorgewezen naar de update item PHP. Dus dat is eerst een link maken. Nou, bij elk item. Nou, bij elk item betekent dat je onderdeel moet zijn van de loop. Dus voordat dit hier afsluit. Zo. Oh. Zo, enter. Dus voordat het afsluit moet er iets meegenomen worden in de table row. Netjes om dat opnieuw in het TD te doen. En dan zetten we daarin. Dat staat niet in de opdracht. Dus als je dat niet doet, dan kan ik dat niet fout rekenen. Maar dat vind ik wel netjes. Dit staat er wel in. Er moet een link komen. En die moet gaan naar update. Volgens mij item.php. Hoppakee, we hebben goed lezen weer. Update item.php, ja. En nou, dat hoeft nog niet een unieke link te zijn, want dat komt in het volgende. Nou, dit is dus gewoon edit, moet er dan in komen. En dan moet je netjes die a-tag afsluiten. Zo. En voor elk item heeft nu een link gekregen. Check, klaar. Gaan we door. Elk item heeft een unieke link. Oftewel, als je klikt op het link met item A, word je doorverwezen naar een pagina met update item A. En dan klik je B, dan ga je naar B. Dat is de get-methode. En die maakt gebruik van een keyword in de URL. Oftewel, een keyword doe je door een vraagteken te zetten. En dan schrijf je keyword bijvoorbeeld edit. En dat is dan gelijk aan iets. En dat is gelijk aan het ID van je item. Nou hebben we al hier dit verhaaltje. Kopieer ik nog een keer. Ctrl-copy. En dat komt dus achter die edit. Ctrl-V. Voor wat betreft. Wordt het ID geëchoed. Ja, klopt. Check. Dan gaan we door. Dat is 4, 5. Schrijf onder deze code, waardoor dingen ook geüpdate kunnen worden. Hè? Uit update item PHP, waar we dus naartoe gaan, als we daarop klikken. Dat betekent alle HTML, PHP, Node om alle gegevens in de database aan te passen. Nou, nu moet ik heel snel, want de tijd is bijna op. Nou, in ieder geval, je hebt de vraag gezien. Hetzelfde riedeltje. Variabelen. Functies. Variabelen is dus van, ja, het gaat om deze items. Oftewel, dit moeten we geüpdate krijgen. En ik zal de vraag aanpassen, zodat je niet bezig gaat met het aanpassen van de afbeelding. Ik weet niet of dat er staat. De items aan, alle gegevens van de items aan te passen, van alle items. Ja, dat is het dus niet. Zal ik aanpassen, die vraag. Dat je niet struikelt over die afbeelding, want afbeeldingen, zoals je weet, werken net wat anders. Dus ja, opnieuw variabelen aanmaken voor de items die wel worden aangepast. Dus titel, bijvoorbeeld de titel. Een ad hadden we, en we hadden een datum, en we hadden een locatie. Dan heb ik het allemaal van mijn hoofd, en een status hadden we. Ja, dit is geen post, of wel, wel post, want straks worden we via het formulier, hier is het ook nog een formuliertje trouwens, moeten we ook nog maken. Nou, ik ontdek zelf, be warned, ik ontdek zelf door dit soort toets te maken dat het altijd veel werk is. En dus ik ga ermee knutselen hoe ik dit aan je teruggeef in de toets. Het blijft veel werk, maar ik ga ervoor zorgen dat het niet te veel werk is. En doordat je het van tevoren gaat oefenen, in ieder geval één zo'n vraag helemaal gedaan hebt. En doe gewoon deze vraag helemaal doornemen. Dat je de handigheid die krijgt. Dan moet het goed komen. Dus als je dit, nogmaals, ik herhaal het. Net als een spijker die in het hart houdt moet. Deze vraag doe je. Oefen je. Zorg dat je in de vingers krijgt. Dan gaat die toets goed komen. Dat van actualiteit, dat lukt je wel. Logisch nadenken. Een beetje op de hoogte zijn. Wat er speelt. Nou, dan ben je als het goed is. Je leeft in deze wereld. Natuurlijk niet in een grot. Dus je weet toch veel wat speelt, de cryptocurrency, dat je er iets zinnigs over te zeggen hebt. Dit vooral oefenen. Deze vragen. Pak die samenvatting, wat betreft die scripts erbij. Verlaten, hoppakee. Hoppakee, die samenvatting wat betreft die scripts. Nou, dat staat in de vorige video. Ik weet niet waar ik dat zo snel kan vinden voor jullie.
complete, bla bla. Nou, nu volgt video, misschien staat onder toets. Begrippen definitie, hier staat onder toets. Dit document, kennen, kunnen, kleurtechnieken. Die schriften die er staan, die moet je kennen. Maar vooral door te oefenen, ga je het beheersen. Ik ga snel terug naar de vergadering, want ik ga eventjes stoppen dat we niks meer opnemen. Zo.